Het wordt een volledig digitaal medium. En het heet De Correspondent omdat we daarmee eigenlijk een paar dingen zeggen. Eén, de auteur, de correspondent, staat centraal. Je gaat met slimme, interessante mensen op pad de wereld in. De journalistiek van de toekomst, en misschien iets wat bij deze generatie hoort, maar eigenlijk bij deze tijd ook, is dat je de meest interessante journalisten als het nieuwe instituut laat functioneren. Als er zo weinig vernieuwing zou zijn in een andere industrie, dan zou de journalistiek daar echt iedere dag over schrijven. Hoe is het mogelijk? Het is een beetje, volgens mij is de journalistiek nu waar je met mobiele telefoons was, toen je nog zo'n brood bij had. Vroeger was je als krant al bijzonder als je überhaupt informatie had. Want niemand had informatie. Nu heeft iedereen informatie. Dus het gaat nu veel meer om een weg uit te zetten in het woud. En eigenlijk die individuele correspondenten die zetten eigenlijk een weg door het woud van de actualiteit. En dan toegespitst op hun eigen specialisme. Eigenlijk, ik doe het al jaren zo. Ik koop iedere dag een paar kranten. En ik lees alleen de mensen die ik interessant vind. Dus als een onderwerp interessant is, maar het is geschreven door iemand die ik een prutser vind, dan sla ik dat artikel gewoon over. Terwijl als het over iets gaat waar ik nog nooit op heb nagedacht, maar het is van een van mijn favoriete mensen, dan lees ik het. Want dan denk ik, nou, als die het interessant vindt, dan zal ik het waarschijnlijk ook wel interessant vinden. Heb je een spiegeltje? Zoiets. Ik ben meestal geïnteresseerd in zaken waar andere mensen niet zo snel in geïnteresseerd zijn. Ik heb altijd een beetje mijn eigen niche. Dat heb ik met Rusland gehad of met India. Maar ook binnen Nederland zal dat ook niet anders zijn. Dus ik denk dat dat absoluut wel gaat spelen bij mezelf ook. Dat ik niet waar iedereen al opduikt, dat daar ga ik niet zitten. Want dat gebeurt al. Maar dat ik juist een beetje in een andere hoek een beetje ga rondlopen scharrelen. Nederland wordt gewoon steeds intelligenter. En ik geloof dat dat nu een beetje onderschat wordt in Hilversum of bij de dagbladen. Dat ja, mensen hebben al heel veel kennis. Dus je kan al een stapje verder gaan. En dat gebeurt gewoon niet zoveel. En ik denk dat echt ook een leegte kan vullen. Wat wij echt willen neerzetten is echt een duidelijk platform wat zeg maar op allerlei devices gelezen kan worden. Dus dat zal eerst echt iets in HTML zijn. Dan kan je het dus ook op mobiele browsers en op je tablet en op je gewone computer toegankelijk maken. Een van de zaken daarin die ik heel prettig vind, waarom ik ook graag meedoe, is dat het naast zeg maar de hele inhoudelijke kant het ook heel prettig vindt dat er geen advertenties zijn. Wat eigenlijk maakt dat je een hele pure ervaring kan hebben. Maar zoals het eigen karakter en de eigen kleur van de correspondenten terugkomt in hun artikelen en hun eigen kijk, zocht ik ook heel erg naar manier hoe je dat dus ook in de hele identiteit van de correspondent als geheel kon neerzetten. Dus waar ik heel erg naar gezocht heb is dat het letterlijk eigenlijk mijn eigen handschrift is en in allerlei varianten heb geprobeerd tot ik een mooi woordbeeld had. Wat ik het liefst zou hebben is een lerend algoritme wat dus hoe verder ik in bepaalde onderwerpen zit, dat ik dus echt een eigen profiel heb. Dus dat het systeem dat uiteindelijk steeds meer begrijpt, waardoor je me niet elke keer hoeft te vertellen, weet ik veel, Washington is de hoofdstad van Amerika en daar gebeurt nu. Waarom zit ik bij de correspondent? Omdat ik nieuwsgierig ben. Omdat er iets van een schoolmeester in me schuilt. En dat ik heel graag aan anderen wil uitleggen. En omdat ik echt denk dat Rob Wijnberg goud in handen heeft. Door op dit moment niet alleen digitaal te gaan, maar tegelijkertijd ook een platform voor onderzoeksjournalistiek in het leven te roepen. Omdat informatie zo alomtegenwoordig is. En je veel minder dan vroeger je baseert op je oude krant voor de juistheid van de informatie, ga je veel meer op mensen baseren en mensen vertrouwen in de informatie die ze je aanreiken. Ik heb er heel veel zin in en daarom hoop ik ook dat er genoeg mensen zijn die bereid zijn om €60 te machtigen. Dat is best. Je vraagt eigenlijk wel wat van mensen voor iets wat nog niet bestaat. Maar ik hoop gewoon dat iedereen daarin gelooft. Uiteindelijk €60, waar gaat het over? Dus €5 per maand. En de bedoeling is om minimaal 15.000, ik pin me niet op het exacte aantal vast, maar 15.000 mensen te werven die abonnee worden. Of die zeggen abonnee te gaan worden, als het er eenmaal komt. Als dat lukt, dan hebben we genoeg budget om onafhankelijk van allerlei winsteisende financiers
te kunnen beginnen. Het kon nooit tot het internet, omdat je gewoon vast zat aan papier. En distributie was zo ontzettend moeilijk met papier. Je moest op zoveel plekken liggen. En dat vergde zo'n enorme investering dat je gewoon een kartel had van mensen die dat allemaal al hadden. Alle nieuwe kranten faalden. Maar nu met het web is het gewoon heel anders. Als jij een goed verhaal hebt, dan linken mensen daarnaar. En je hebt gewoon bijna geen kosten meer om iets nieuws te beginnen. We streven er volledig naar dat we helemaal in de lucht zijn, in alle volle glorie, in september.